Joy testen. Die ga ik testen. En ik ga de Real Joy testen. Deze is iets smaller onder de binding. Zou dus iets makkelijker moeten draaien. Ja, en die van mij zou dus iets stabieler moeten zijn. Maar dat gaan we nu ontdekken. Dus enjoy! Dames vinden dat misschien wel leuk. Maar hij maakt het ook echt mooi op korte bochten. Als jij gewoon lekker op je gemak wil skiën en korte bochtjes makkelijk wil draaien, dan is deze echt heel fijn. Als je harder wil gaan en flinke lange uithalen bocht wil maken, dan neem ik die om dit de juiste ski is voor je. Hoe vond jij het? De app is ietsje breder onder de binding en dan merk je ook terug aan de stabiliteit. Hij blijft ietsje stabieler liggen, zeker met iets boven de snelheid. Verder sluit hij mooi aan op de wieltour, dus het drive-in-force, zeker door het kortere bocht, is perfect. En we skiën allemaal hier, dus testen gaat gewoon door.